Kapseizende containerschepen, gifsproeiende cobra schiet altijd raak en op visite bij het ISS. Dit is Science Flash met het laatste wetenschapsnieuws. Dit is de Beat Bearing, een nieuw muziekinstrument gemaakt door de Engelse doctoraalstudent Peter Bennett. Met metalen knikkers maak je verschillende ritmepatronen. De ritmemachine tast met een rode lijn een oppervlak af en laat geluid horen als hij een knikker tegenkomt. Er is veel interesse voor het instrument en Peter Bennett wordt dan ook overspoeld met aanvragen van potentiële kopers. Maar Bennett wil zijn Beat Bearing niet kwijt. Voor de serieus geïnteresseerden werkt Bennett op dit moment aan een artikel waarin beschreven staat hoe je het instrument stap voor stap zelf kunt maken. De Beat Bearing is slechts één van de instrumenten die zijn vakgroep ontwikkelt. Zo is er nog de Hapkit en de Pebble Box. Bij hoge golven bewegen grote containerschepen vaak als een gek heen en weer. Niet erg prettig voor de passagiers en ook vervelend als de lading zo in zee verdwijnt. Maar ja, wat doe je eraan? Onderzoeker Ed van Dalen probeert erachter te komen. Hi Ed. Hallo Dalida. Hallo. Als er hoge golven zijn, deinen boten echt alle kanten uit. Volgens mij noemen jullie dat rollen, toch? Dat noemen we rollen of slingeren, ja. Precies. En kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat schepen rollen in schepen vinden we niet zo vreemd. Maar er zijn bepaalde omstandigheden waarbij we niet verwachten dat schepen opeens zo heftig gaan slingeren. En toch gebeurt dat. Precies. En dat effect is vervelend, neem ik aan? Ja, dat noemen we dan parametrisch slingeren, met een mooi woord. Mm-hmm. En je kunt het een beetje vergelijken met als je op de fiets zit in tegenwind en mm-hmm. de wind komt recht van voren en je krijgt een windvlaag voor je kiezen, dan verandert je snelheid. Ja. Dat vind je dan logisch. Maar wat je dan niet verwacht is dat je opeens heftig gaat slingeren. Want de wind kwam toch van voren en niet schuin van voren of opzij. En dat mm-hmm. is toch precies wat er soms gebeurt met een schip dat vaart in golven die recht voorin komen. Het schip gaat dan opeens heftig slingeren. Mm-hmm. En zoals je al zei, mensen kunnen dan omvallen en lading kan dan van boord slaan. En dat is op zijn zacht gezegd vervelend. Inderdaad. En waar gaat het precies mis met die schepen? Nou, dat is dus precies waarnaar we op zoek zijn. We denken wel dat we weten onder welke omstandigheden dat kan gebeuren. Maar waarom het dan precies gebeurt, dat begrijpen we nog niet helemaal volledig. Precies. En hoe onderzoeken jullie dit? We hebben een paar manieren om dat te onderzoeken. We kunnen in een experiment, in een van onze grote waterbassins, mm-hmm. kunnen we onder gecontroleerde omstandigheden dat parametrisch slingeren tot leven brengen. Dan mm-hmm. varen we met een schip in golven. Ja. En we hebben ook computermodellen waarop we het kunnen simuleren. Maar beide methoden zijn tijdrovend. Mm-hmm. En vooral die experimenten zijn vrij duur. Precies. En doen jullie ook nog iets aan het berekenen van het effect? Ja, dat is wat we op de computer doen. Daar hebben we zogenaamde wiskundige modellen voor. Mm-hmm. Maar die zijn vrij ingewikkeld. En het duurt op een computer best nog wel lang voordat we zoiets gesimuleerd hebben. Precies. Dus we zijn op zoek naar eenvoudiger wiskundige modellen. Waarmee we sneller kunnen bekijken wat er aan de hand is en waardoor dat dan komt. Oké. Nou, we zijn benieuwd naar de resultaten, dus als je meer weet, laat het ons graag weten. Dat zal ik zeker doen. Oké, hartelijk. We zijn nu hard aan het werk, dus ik ben erg hoopvol. Precies. Nou, wij in ieder geval ook. Nog bedankt, okay. Ed. Graag gedaan. Met een magneetje hersenactiviteit beïnvloeden? Dat kan. Aan de Radboud Universiteit laten onderzoekers met een speciale magneet de vingers van proefpersonen wiebelen, zonder dat ze hier zelf iets voor hoeven te doen. Door het magnetische veld, wat we door die spoel laten lopen, wordt er in de hersenen een elektrisch stroompje opgewekt. Het stroompje is heel kort en stimuleert daarmee de zenuw die naar de spieren loopt. Geef nu iedere keer één korte tik en op het beeldscherm is de spieractiviteit zichtbaar. En deze stimulatie zorgt dan voor een elektrisch stroompje in de hersenen. Die stimuleert dus de zenuw
die naar zijn duim loopt. Je hebt die verschillende vormen van TMS. Een enkele puls, die we gebruiken voor metingen. En die repetitieve TMS, die hopen we straks te kunnen gebruiken als behandeling. Repetitieve TMS wordt op dit moment bijvoorbeeld al gebruikt als behandeling voor depressie. En er lopen ook onderzoeken naar behandeling voor Parkinson. Gaat het? Ja. Je voelt het er niet. Ik heb geen idee hoe kun je dat. Ja. Nee, dat weet ik niet. Het is net alsof je een elektrisch schokje krijgt, maar dan zonder pijn. Eigenlijk. De fantasieverhalen over TMS zijn natuurlijk dat je een muts op krijgt en continu gestimuleerd wordt en dan beter kan leren, beter kan lopen, beter kan voetballen, kan schrijven. Maar dat is allemaal larikoek. Een bommetje maak je om water hoog op te laten spatten. Om te onderzoeken hoe dit precies werkt, filmden wetenschappers deze schijf die door het wateroppervlak getrokken wordt. Ze deden dit met een camera die 30.000 beelden per seconde filmt. De neergaande beweging van de schijf zorgt voor het omhoog bewegen van het water. De waterstraal ontstaat omdat er een luchtbel bovenop de schijf komt als deze door het wateroppervlak gaat. Die luchtbel klapt vervolgens in elkaar en duwt zo het omringende water omhoog. Het beste bommetje maak je dus met een plat hoofd. Uit het laboratorium van Asimo de Robot komt Honda met dit hippe paar elektronische hulpbenen. Stap in de schoenen, stel het zadel in op de juiste hoogte en het apparaat ondersteunt je bij het lopen. Twee elektromotoren in de robobenen verlichten de druk op de spieren en gewrichten van de mensenbenen. Ook zijn ze uitgerust met sensoren die het zwaartepunt van het lichaam bepalen om het te ondersteunen in verschillende lichaamshoudingen. Drijf deze rode spuwende cobra nooit in het nauw. Bij het minst of geringste gevaar spuugt hij zijn aanvaller recht in het oog. Gevolg? Ondraaglijke pijn en de kans om voortaan blind door het leven te gaan. Maar hoe kan het dat deze slang binnen een afstand van 60 centimeter altijd raak spuugt? Amerikaanse onderzoekers bekeken het spuuggedrag met een hoge snelheidscamera en ontdekten zijn geheim. Terwijl de slang het gif uit zijn tanden perst, schudt hij snel een aantal keer met zijn kop. Zo ontstaat er een sproeieffect, waardoor er altijd wel een druppeltje in het oog van zijn slachtoffer terechtkomt. De rode spuwende cobra is dus zeker geen scherpschutter. Hij sproeit er gewoon als een gek op los. En dan nu naar Erik Begeman met verontrustend nieuws. We worden gestalkt. Wij, dat is onze aarde, en de stalker, dat is een circa 10 meter groot rotsblok dat in vrijwel dezelfde baan om de zon draait als de aarde en slechts een paar dagen geleden ontdekt is. Officieel heet het brokstuk een planetoïde. Er zijn meer kleine planetoïden die zich in de directe omgeving van de aarde ophouden, maar deze is wel heel dichtbij. Nou ja, dichtbij. Dichtbij in astronomische termen dan, hè. Gisteren was hij op zijn allerdichtstbij. Op 640.000 kilometer. Iets minder dan 2 keer de afstand tot de maan. Maar dat wordt vanaf vandaag tot 2010 gelukkig alleen maar weer meer. Het is overigens niet uitgesloten dat zo'n klein hemellichaam in de verre toekomst een keer met de aarde in botsing komt. Maar voor dit brokstuk hoeven we voorlopig niet bang te zijn. Dat zeggen tenminste de risicoanalisten van NASA. Die houden voor ons de beweging van zo'n 100 stalkers nauwlettend in de gaten. Mike Vinken leidt ons rond in het Internationaal Space Station, het ruimtestation dat sinds 1998 rond de aarde vliegt. Het ISS is nog niet af. Het bestaat uit verschillende modules die door verschillende landen worden gefinancierd, gebouwd en gebruikt. Zoals bijvoorbeeld deze Columbus-module van de ESA afkomstig, waar naast voedselopslag ook een lab is ingericht. Of de Japanse Kibo-module, waar de bemanning elke 90 minuten van een schitterende zonsopgang kan genieten. In 1,5 uur vliegt het ruimtestation namelijk in een baan rond de aarde. In de Destiny-module staat een zuurstofgenerator. Uit water maakt dit apparaat zuurstof voor de bemanning. Dit water halen ze overal vandaan. Uit waterzakken die zijn meegenomen vanaf de aarde, maar ook uit condens en zelfs urine. Dit zijn de individuele slaapplekken.
de fitnessapparaten en de wc. Bij het bouwen van de modules van de ISS moet goed nagedacht worden over de plaatsing van alle apparaten en voorzieningen. De ruimte is beperkt. Gelukkig kan er volledig gebruik gemaakt worden van de drie dimensies. Boven en onder bestaat immers niet in een gewichtsloze toestand. Volgende keer meer. Nieuws uit de ruimte. Wil je meer weten over de beatbearing van Peter Bennett of een extra setje benen? Kijk dan op scienceflash.nl. Doeg!